datagedreven werken. Dat echt dagelijkse beslissingen zijn, maar vaak wel complex. En dat er een afweging van de medewerker aan ten grondslag ligt. En wij helpen de medewerker door die beslissing eigenlijk voor te koken. Tot niet een beslissing van waar gaan we onze nieuwe fabriek neerzetten, die je één keer per twee jaar neemt. Wij richten ons echt op operationele kernprocessen. Dus een machinefabriek die bouwt machines, die gaan natuurlijk wel eens stuk. En dan komt er een claim binnen bij die machinefabriek. En dan moeten zij beoordelen of die claim terecht is. Nou, dat heeft met allerlei factoren te maken. Uiteraard hoe lang die machine er al staat. Daar is natuurlijk data van. Die voeden wij aan een model en dat model komt met een voorzet. Die geeft ook aan waarom die voorzet geeft. En dan mag de medewerker nog zelf daar een beslissing over nemen. Die kan natuurlijk andere informatie hebben. Maar dan willen we wel weten waarom die medewerker die claim dan alsnog goedkeurt. Zodat we extra data kunnen gaan toevoegen aan het model. Zodat uiteindelijk dat model leert van die medewerker. En die medewerker elke keer leert van het model. Omdat niet alleen zijn beslissingen, maar de beslissingen van al zijn collega's ook worden meegenomen in dat model.